Hey, Kerstik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Let's Play Rollercoaster Tycoon 2. En ja, vandaag wil ik even kijken naar een reactie van Bart. En die zei, maak reclame voor de gele achtbaan voor meer bezoekers. Dit was Bart L. Want we hebben meerdere Barten. ja, dacht het wel in ieder geval. Kijk, ik wil gewoon zeggen Bart L. Maar dan klinkt het weer zo onpersoonlijk. Het is juist leuk als je gewoon kan zeggen Bart. En ja, ik zeg geen achternamen. Het zal waarschijnlijk niet zoveel uitmaken, want de kans is klein dat heel veel mensen deze video zien. Dus de kans is ook heel klein dat mensen iets doen met die achternamen. Maar ja, het is wel gewoon privacy, denk ik. Maar Bart zei, maak reclame voor degene achtbaan voor meer bezoekers, want het loopt hier niet bepaald storm. Nu misschien, niet echt, nog steeds. Het ging goed op een gegeven moment. Kijk, er staat nu ook zelfs een wachtrij, dus het gaat beter. Maar ik vind nog steeds niet heel veel doen. Het levert niet zoveel op. Het levert niet genoeg op. Het levert niet genoeg op om mij tevreden te stellen. Dus weet je wat we gaan doen? We hebben er op zich wat geld voor. Dus we doen gewoon een marketingcampagne. Het lag geleden dat ik dat heb gedaan. Maar ik denk dat we er zo kunnen komen. Ja, hier free rides. Dat willen we juist niet. Ja, we doen gewoon advertising voor deze attractie. We kunnen wel free rides doen, maar dan verdienen we er niks aan. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus gewoon adverteren voor een bepaalde attractie. En het kost 1200. Nou, dat moet zeker te doen zijn. Dus dan doen we Floors Coaster, want dat is hoe die heet. Dat is het type. En dan druk ik op start. En dan gaat het nu gewoon in. Hopelijk doet het wat. Als het niks doet, is het ook niet vreselijk. Want dan verdien ik mijn geld wel met andere attracties. Want er staat altijd mooi voor de sier. Dat is op zich ook prima. Ja, ondertussen hebben we in het park al bijna 1300 gasten. Dat is aardig wat. Dat is echt heel snel gegaan. Ik denk eigenlijk dat het er deels ook aan ligt dat we zoveel paden hebben. Dus ik denk dat het spel nu denkt dat het park groter is dan dat het daadwerkelijk is. Omdat er zoveel paden zijn. Dat is tenminste wat ik denk. Laten we eerst even kijken naar de haltes. Daar wil ik deze episode wat mee doen. Want we hebben hier een halte. Die heet Hypercoaster. Maar dat is nu een beetje verwijderd van de Hypercoaster. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga deze halte aanpassen. Ik noem het kruispunt. En dan wat zullen we eens doen? Ik ga nu een richting kiezen. Ik weet nog niet wat. Ik wil gewoon kruispunt. Nou weet je. Ik denk dat het meest logisch is om dit te doen. Maar ik wil richtingen gaan bepalen. Ik heb hier geen kompas of wat dan ook. Ik heb hier geen manier om te kijken waar ik ben. Maar laten we gewoon zeggen dat dit noord, dit oost, dit zuid en dat west is. Dus dan wordt dit kruispunt, kruispunt zuid. Dat wordt gewoon even de naam van de halte. Als ik later iets leukers bedenk, dan kunnen we dat altijd nog veranderen. En ik ga hier een beetje hetzelfde doen. Het kan zijn dat ik hier nog een tram had te maken, maar dat vind ik een beetje onzin. Aangezien je er makkelijk heen kan lopen. Kijk, hier kan je natuurlijk ook wel makkelijk heen lopen, maar het is ietsje moeilijk omdat je onder de baan door moet en een beetje een omweg moet maken. Dus dan vind ik het nog wel oké dat we hier twee bushaltes hebben. Maar ja, om nou hier nog een tram halte te maken, vind ik een beetje nutteloos. Dus ik weet niet of er een kruispunt Noord halte komt. Wil ik nog duidelijk maken dat een tram of een bushalte is waarschijnlijk niet, hè? Het maakt niet zo heel veel uit. Ja, lijkt me prima zo. Dus deze lijn heet ook tramlijn 1. En deze heet buslijn 1. Als er later nog meer lijnen komen, dan passen we dat gewoon aan. Als ik hier een bord wil plaatsen, staat het precies op de plek waar... Oh nee, wacht, dat kan gewoon. Ik dacht dat het precies op de plek zou staan waar die boom moet komen. Er staat in ieder geval een plekje voor een boom, meer nog niet. Hier maken we geloof ik gewoon wit. En dan noemen we dit kruispunt Noord. Als we later nog beter... Dit is geen Noord. Dit is Oost. Als we later betere namen weten, dan doen we het gewoon... dan passen we het aan. Maar voor nu wordt het gewoon even dit. En als ik niks beters weet, dan laat ik het hierop staan. En dan is het ook gewoon heel erg logisch. De namen kruispunt West. Ja, dat lijkt me dan kloppend zo. Noordoost, zuidwest. Oké, dus dat laten we nu gewoon zo. Dan is het kruispunt net even iets completer. Iets wat we hiermee kunnen doen is dat we hier een gebouw opmaken. In plaats van al die kleine hekjes, dat we hier gewoon een volledig gebouw van maken. Maar ik weet niet precies
wat ik zou kunnen gebruiken. Ja, ik kan er een soort kasteel van maken. Je kan verschillende kanten op. Dat ga ik nu niet doen. Dan moet ik even naar kijken wat ik daar precies mee wil. Want het is best wel iets belangrijks. Dat midden, ja, eigenlijk op de hoofdweg van de stad. Nee, de hoofdweg van het park. En we hebben nog steeds dit probleem. Maar ik ga het gewoon laten, want het is niet zo heel erg eigenlijk. Ik weet ook niet hoe ik het moet oplossen. Oké, gedachtes van mensen, altijd heel belangrijk. Mensen moeten naar de wc. Ik heb zoveel wc's in het park, het is gewoon belachelijk. Dus dat negeer ik eigenlijk. Honger en dorst, dat zijn er 15 en 13. Dus dat is ongeveer 1% van de totale hoeveelheid mensen. Dus dat valt geloof ik ook wel mee eigenlijk. Ik denk niet dat we ons heel druk erom hoeven te maken eigenlijk. Ja. Kijk, als we nou 200 gasten hadden, dan was het een groot aandeel, weet je, die 13. Maar nu maakt niks uit. Oké, dat is best wel slecht eigenlijk. Want de 3D-cinema vinden ze nu al te duur. En dat is best wel raar. Dat de interesse zo snel weg is gegaan eigenlijk. Dat had ik niet verwacht. Maar dat is blijkbaar gebeurd. Ik denk dat ik deze eigenlijk moet verplaatsen. Want er moet daar een boom komen, precies daar. Geloof ik, als ik het goed zie. Kruispunt West wordt dat. Zo. Want dit stukje pad moet weg voor de boom. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat klopt. Daar moet het dus weg worden gehaald. En dat moet ook aan de andere kant. Oké, dan hebben we dat dus alvast. Ga ik deze episode weer een achtbaan bouwen? Ik denk het wel. Of misschien eraan beginnen. Maar ik wil ook wat aandacht besteden aan flat rides. En misschien nog wat transportdingen. Misschien dat we beginnen aan de tramlijn. Weet je wat, dat gaan we meteen doen. Want als ik dat niet snel doe, hebben we alles al volgebouwd. En dan heb ik uiteindelijk geen ruimte er meer voor. Nou, de tramlijn wordt anders dan de andere transportmiddelen tot nu toe. Tot nu toe is alles echt in rechte lijnen. Het kan niet netter, maar de spoorlijn wordt gewoon wat vrijer. Hier gaan we gewoon alle kanten op. Ja, miniature railway pakken we er even bij. Weet je wat heel cool zou zijn? Als we echt een mooi station konden bouwen. En het is het meest logische om dit bij een tramhalte te doen. Dus ja, ik heb nu twee haltes. Ik heb er daar eentje en hier eentje. Dus ik kan er hier nog eentje doen. Dat ik hier een station aanmaak. Ja, het zou echt heel cool zijn om echt een mooi station te hebben. Ik denk dat we daar ook dan best wel wat aandacht aan gaan besteden. Weet je wat, we gaan dit anders aanpakken. Het zou heel mooi zijn als je... Maar dat gaat een beetje te ver. Het zou mooi zijn als je met de trams wissels kon maken. Want of dat dan zouden kunnen doen, is dat we dit gewoon rechtdoor laten gaan. En dan met een wissel hier, dat we hier een beetje een lus maken bij het treinstation. Wat ik dus hier wil gaan neerzetten. Hier kan het ook wel, maar het vind ik een beetje krap. Tussen de achtbaan en hier. Ik wil er wel echt de ruimte nemen. Ik weet niet of we het ook allemaal gaan gebruiken, maar... het is niet echt nodig om alles zo dicht op elkaar te bouwen als je zoveel ruimte hebt. Dus hier komt het treinstation. Het zou mooi zijn als we dan een lus van de tram konden maken die een beetje zo ging. Dat gaan we nu ook gewoon doen. Maar wat ik dan mis is dat rechte stuk. Dat de trams ook gewoon door kunnen rijden als ze daar niet heen hoeven. Maar ja, zo werkt het gewoon niet in het spel. Maar ik ben dus wel van plan hier die lus te gaan maken. Dat betekent dus dat ik hier het pad een beetje moet gaan omleggen. Maar dat is op zich niet erg. Ik denk dat we gewoon met het pad omhoog zullen gaan. Ja, dus dan komt er een extra tramhalte. Ik vind het wel mooi, denk ik. En ook het meest logische om gewoon die tramhalte zo te doen. Dat het dichtbij het treinstation staat. Dus dat ja, ga ik dan ook maar gewoon even aanpassen. Ik denk dat ik dat deels even off camera ga doen. Laat ik eerst even dit allemaal afsluiten. Zo. Met drie borden. Met verboden toegang. Dan kan ik... aan de paden werken zonder dat ik last heb van allemaal mensen die er lopen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké, zo. Dus nu gaan ze allemaal weg. En dan kan ik hier lekker doen wat ik wil. Ik moet dus wel even, als de mensen weg zijn, ga ik alvast het pad even omhoog doen. Waarschijnlijk. Of gaan we ondergronds? Nee, weet je, we gaan gewoon ondergronds. Waarom is het hier zo belachelijk druk? Hebben de mensen zoveel honger? Dat kan toch niet? Ik denk niet dat ze dat echt leuk vinden. Ik geloof dat dit een beetje gebukt is. Want het lijkt me niet normaal dat het er zo druk is. Dus weet je wat? Dit is de oplossing. We plaatsen hier gewoon drie borden. Hopelijk vergeet ik dit niet weg te halen. Als het goed is zou het heel snel weg moeten gaan. Dus misschien doe ik dat wel even in dit clipje. Ja, het is nu weer rustig. Borden kunnen weg. En nu is het hier weer druk. Ik hoop dat die mensen zich wel een beetje gaan verspreiden. Oké, dus ik ga nu even camera hier iets aan doen.
Mensen zijn nog steeds niet weg. Als het goed is, zouden ze die borden gewoon moeten opvolgen. Ze zijn best wel netjes in het spel, namelijk. Ze wachten altijd netjes op hun beurt. Nou, met afval zijn ze niet netjes, moet ik wel zeggen. Ik denk dat we hier dus gewoon ondergronds zullen gaan. Dat lijkt me het mooiste. Als we bovengronds gaan, moeten we weer omhoog en dan verpesten een beetje het overzicht. Nou, dus gaan ondergronds, dan tramlijn eroverheen. En dan kan ik waarschijnlijk beginnen aan het station. Ik weet niet zeker hoeveel ik daaraan ga doen, maar als ik daar veel aan ga doen aan het station, dan kan het misschien wel de hele app zo in beslag nemen. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien heb ik ook nog wel tijd voor een echte achtbaan. Oké, dus ik maak nu even een beginnetje en dan ben ik zo terug. Oké, zo te zien heb ik nu al een klein beetje vooruitgang gemaakt. Maar je zag net al in het balkje. De advertentie voor deze achtbaan is afgelopen. Heeft het effect gehad? Een beetje. Het inkomen is in ieder geval omhoog gegaan, maar het is nog steeds niet echt waar ik het wil hebben. Dus we kunnen ook meteen nog een advertentie doen, maar ik vraag me af of het me echt meer oplevert. Ik kan wel mijn lening terugbetalen, dus dat is mooi. Ik ga het voor nu gewoon even laten daar. Misschien dat het later nog beter gaat lopen als we hier meer attracties in de buurt hebben. Dus ik heb alvast een lus gemaakt. Wat meer van die bloemenbekjes neergezet en nu was ik begonnen met het pad. Maar dan ga ik even off-camera mee verder, want het is niet echt het meest interessante, denk ik. Oké, daar ben ik weer. Ik heb in de tussentijd hier de ondergrondse palen toegevoegd. Ik ga het misschien nog aanpassen. Oké, klopt niet eens. Ik weet niet zeker of ik dit mag. Het ziet er toch niet zo goed uit als ik had gedacht. Oké, hier loopt nu een handyman. Oké, die loopt gewoon op de oppervlakte. Ik dacht even dat die ondergronds ergens rondliep, zonder dat het pad was. Maar die zetten we hier wel even neer. Ja, ik heb dus een paar bosjes geplaatst. Het ziet er niet geweldig uit. Misschien dat ik... Oh, weet je, we moeten er gewoon wat van die gebouwen in zetten. Dat gaat heel erg helpen, denk ik. Dus dat ga ik later nog doen. Waarschijnlijk. Ik wil eerst even kijken of we dit functioneel kunnen krijgen. Kijk, het liefst wil ik dus twee lijnen. Eentje voor een beetje deze kant. En dat was het oosten. En eentje voor de westkant. Dus er komen hier al twee banen samen op het station. En dan lijkt het iets meer op een echt station. In plaats van dat je maar één perron hebt, zeg maar, hebben we er nu twee. Dus dat denk ik wel leuk. En misschien is het leuk om dit voor het effect een beetje te verplaatsen. En dan bedoel ik eigenlijk deze. Oké, dus dit halen we even helemaal weg. Ik maak het 10 blokjes lang, dus dat is meer dan genoeg ruimte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan kunnen we hier misschien nog pad tussen doen. Ik weet niet zeker. Misschien geeft dat meer het... Hey, dat werkt niet. Of wel? Nee, ik kan niet met shift een pad omhoog krijgen. Oké, dan moet ik dat gewoon even zo doen. Ik denk dat, ja, misschien als we hier het pad toevoegen, dat het er dan iets meer uitziet als een echt station. De vraag is wel, waar komen de in- en uitgangen? Want het blijft altijd nodig in dit spel. Ik denk dat dit best wel goed uitziet. Je hebt wel die lantaarns, dat is een klein beetje raar, maar daar is niks aan te doen. Ik vond het wel een mooi pad ervoor, dus ik ga het wel gewoon zo laten. De in- en uitgangen die kunnen we gewoon hier doen. Of misschien kunnen we de uitgangen... Het zou wel heel overzichtelijk zijn als de uitgangen zeg maar hier samenkwamen. Dus misschien moet ik er twee blokjes tussen doen. Weet je wat, laat ik dat maar doen. Dus ik haal deze... ik hoef het niet helemaal weg te halen. Hier... doen we even een uitgang. We beginnen even met de uitgang. En dan kijken we hoe we dit zo compact mogelijk kunnen maken. Is er een ander goed pad voor? Ja, dit is misschien wel oké. Nou ja, dat is toch niet echt. Ik denk dat ik gewoon ga voor het standaard pad. Dat is misschien nog wel het beste om hier te gebruiken. Dus dit kunnen we doen. En nu zitten er dus al 3 blokjes tussen. Dat is niet de bedoeling. Kijk, als we dit doen en dan hier pas naar beneden gaan, dan zou het goed moeten komen. Zo, naar beneden. En dan dit allemaal weghalen. Misschien werkt het dan wel beter als we het station 11 blokjes lang maken. Want dan kunnen we het precies in het midden uit laten komen. Laat ik dat maar even doen. Maak het gewoon even iets langer. Als dat überhaupt mag. Ik weet niet zeker of dat... Ja, dat kan nog. Oké, want er is wel een limiet op. Op een gegeven moment staat er dat je het perron gewoon niet langer mag maken. Oké, dus nu komt het er als het goed is in het midden uit. Dan lijkt mij het mooiste. Zo. En dan laat ik dit uiteindelijk samenkomen met het andere station. Waarom kan het niet? Ja, nu kan het. Ik geloof dat ik dit een beetje verpest heb eigenlijk. Het kan een stuk beter.
En zo dan als ik dit doe en dan dat. Misschien is dat wel de makkelijkste manier. Oké, hier kan ik weer naar boven komen. En ik denk dat ik iets meer ruimte nog neem. Dan kunnen we misschien nog, uiteindelijk als we hier een gebouw omheen gaan maken, kunnen we daar nog de ruimte voor nemen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat klopt. En ik wil dus hier uiteindelijk ook lekker lange treinen krijgen. Weet je, we kunnen ook iets anders gebruiken dan een pad. Misschien dat dat er beter uitziet. We hebben natuurlijk gewoon die blokken. Misschien is er nog wel iets anders leuks uit een andere set dat ik kan gebruiken. Ik zou zo snel niet iets weten. Maar ik denk dus dat we gewoon voor die... Oh, waar is het nou? Hier. Voor deze blokken kunnen gaan. Maar wat voor kleur kiezen we? Wat past hier een beetje bij? Misschien gewoon grijs? Of is dat te saai? Ik vond het bruin eigenlijk wel mooi van dat pad. Maar ja, je hebt natuurlijk wel die lantaarns. Dus misschien toch beter om dit te hebben. Laten we kijken wat er beter uitziet. We kunnen het op verschillende niveaus doen natuurlijk. Daar en daar. Dan denk ik toch dat ik... Nee, weet je, ik vind dat pad eigenlijk mooi. Dat pad heeft veel meer detail en diepte. Dus laten we daarvoor gaan. En wat nou als we dit pad op zijn goede hoogte zetten? Dan gaan die lantaarns weg. En dan ziet het er misschien ook wel beter uit. Ik denk dat dat eigenlijk beter is. En dan kan ik altijd nog het land aanpassen. Ik kan de bovenkant van het land aanpassen. En ik kan de zijkant aanpassen. Dus dat moet helemaal goed komen. Dan kiezen we gewoon iets leuks uit. Maar ik vind het echt een heel leuk projectje, dit station. Ja, ik heb hier zoveel plezier in. Oké, dus we pakken hier gewoon iets leuks erbij. Dit had ik misschien voor het... Nou, dit past waarschijnlijk beter bij een station. Dus we gaan hier gewoon voor. En laat ik dan meteen iets leuks kiezen voor de bovenkant. Dan doe ik dit, want dat... Nou ja, dat gaat heel goed samen met dat pad daarboven. Ja, dat is eigenlijk best wel mooi. Oké, ik zet het weer gewoon even op gras. En dan doen we hier ook de zijkanten van. Ja, dit is eigenlijk... Eigenlijk is het een beetje lui wat ik nu aan het doen ben. Want je kan, kan hier ook allemaal muren voor plaatsen. En dat kost iets meer moeite. Maar ik kan ook gewoon alles in één keer zo doen. Ja, dus het is nu even de vraag hoe we de rest gaan doen. Het is misschien het slimst om deze stations twee verschillende kanten op te laten gaan. Dus deze, het is nu een beetje onlogisch, want de linker gaat... nu is het net alsof ze links rijden. De linker gaat die kant op en de rechter gaat... wacht, zeg je nou goed? nee, kijk, de link, als we hier er eentje naast hebben, dan draaien ze zeg maar links. De linkerkant gaat die kant op en de andere kant gaat terug. Want ik wil eentje voor west, eentje voor oost. In ieder geval twee tramlijnen. Kijken we hoe ver ik het door laat gaan. Misschien komen er later nog wel meer tramlijnen. Je ziet dat ik heel aardig lang mee bezig ben. Ja, dit kunnen we beter doen. Ik ga het een beetje aanpassen. En dan doe ik meteen wel twee station. Dan gaat de ingang van deze naar die kant. En dan wordt dit de lijn voor oost. En de andere voor west. Die komt dan aan de andere kant. En dan rijdt ze wel gewoon rechts. Dat is een stuk logischer natuurlijk. Oké, we zijn weer een heel stuk verder in de tijd. Langer dan je zou geloven, denk ik. Als je kijkt naar waar we zijn in het spel. Als je dat weet, dan kan je wel ongeveer weten hoe lang ik bezig ben geweest. Het lijkt heel simpel en dat is het ook. Maar het was een heel gedoe om de wegen er allemaal onder te krijgen. Naar de paden. En het is nu ook helemaal niet duidelijk te zien. Maar je moet me er maar op vertrouwen. De uitgangen die gaan hier naar beneden en komen hier samen. En dan kun je zo het station verlaten. En je kan hier ook nog rondlopen op het perron. Dus dan lijkt het, als dit uiteindelijk in gebruik is, dan loop je allemaal mensen rond. En dan lijkt het gewoon een druk perron. Dus dat denk ik wel leuk om te hebben. We hebben natuurlijk die tv's. En... Het lijkt een beetje op een bord waar vertrektijden op staan. Maar dat kan ik hier nergens plaatsen, want we hebben hier geen wachtrij. Dus dat is een beetje jammer. Maar misschien vind ik daar nog wel wat op. En we hebben natuurlijk ook die bewegende borden. Dit ga ik een naam geven meteen. Dit noem ik spoorlijn... omdat ik geen betere naam weet, noem ik het even spoorlijn Oost. En dit wordt, hier gaat het al, spoorlijn West. Spoorlijn West. Dus dan ga ik nu even... De beginnetjes maken voor de banen. Kijk, het moet natuurlijk ergens vandaan komen. Hè. Deze gaat naar het oosten. Deze moet hij denk ik gewoon ondergronds gaan. En dan komt hij er hier ergens uit. Dus misschien dat ik daar maar mee begin. Zo, ze gaan hier naar beneden. En dan moet ik... ja, ik kan nu al niet meer verder. Dus 1 en dan 2. En dan zijn we denk ik 3 blokjes naar beneden gegaan. Oh, dat kan nog steeds niet. 1, 2, 3... Misschien was dat niet nodig. Ja, dat laatste dingetje naar beneden was niet nodig. Maar ja, maakt niet zoveel uit. Dan gaan we hier gewoon ondergronds
Hebben we helemaal nergens last van. Of toch wel. We gaan even wat dieper. We gaan gewoon naar min 4. Dan weet ik zeker dat we geen problemen krijgen. Zo. Nou, tenminste bijna zeker. Ja, het gaat goed tot nu toe in ieder geval. Want die... Oh, dit moet ik nog weghalen. dat was ik helemaal vergeten. Dat is wel fijn om even weg te hebben. Want dan is er weer wat meer loopruimte in het park. Nou ja, dat had ik een stuk eerder moeten doen. Oké, dit pak ik er weer even bij. En dan bouwen we gewoon verder. Zo, en dan kom ik er hier ergens uit. Ik moet nog even kijken. Nou, het is wel leuk om dit meteen in gebruik te hebben, hè. Ja, dus misschien moet ik het daar ook maar gewoon voor gaan zorgen. Dat ik hier meteen terug kan komen. En het is natuurlijk niet echt het idee dat de spoorlijn voor Oost hier nog helemaal rondgaat. Dus hier maak ik waarschijnlijk een zo klein mogelijke bocht. Ik kan natuurlijk dit doen. En dan gaan we hier gewoon naar beneden. En dan probeer ik dat weer hiermee te verbinden. Voor nu doe ik waarschijnlijk gewoon tijdelijk zoiets als dit. Het is gewoon een beetje nutteloos, maar gewoon even zodat we een compleet circuit hebben. Zodat we het in gebruik kunnen nemen. Oké, naar beneden. Naar beneden. Ja, dat kan inderdaad nog steeds zitten. Ik dacht dat het wel zo moeten kunnen, maar ja, we moeten nog verder naar beneden. Zo. En dat kan. Bouw ik dit even door. En dan moet ik hier ergens natuurlijk nog verder naar beneden. Dan doe ik dat wel gewoon in één keer, want dan... Is dat denk ik ietsje mooier. Het kan niet. Nee, oké. Okay. Wat nou als ik dit naar boven haal? Want ik kan het land daar niet meer naar beneden halen als ik er niet bij kan. Dus het moet even anders. 1, 2. Zo, 3, min 4. Oké, dus nu bouw ik dit even door. Maakt niet altijd veel uit wat we ondergronds doen, want we zien het toch niet. Serieus voetpad in de weg, dan moet ik hier nog iets verder gaan. Ik weet niet of we naar min 5 moeten. Oeps. Ik weet niet of we naar min 5 moeten of naar min 6. Nee, we moeten naar min 6. Het is best wel leuk dat we hier dan twee dalingen in de baan hebben. Niet gewoon in één keer, maar ik heb geen zin om nu weer helemaal terug te gaan. En zoals ik net zei, maakt niet zo heel veel uit, want het is ondergronds. Too low? Oh nee, ik hoop niet dat we... Nee, het is onmogelijk. Dan moet ik een beetje een omweg gaan maken. Oh, dat is zo jammer. Oké, ik gebruik gewoon een beetje ruime bochten. Dat lijkt me het beste voor een grote, lange trein. Zo. Dan gaan we hier langs. Hier kan het hopelijk wel. En dan wordt dit gewoon het aansluitpunt voor de rest van de baan. Even kijken. Dan ga ik hier maar meteen weer naar boven. Dat is denk ik wel het duidelijkste. Anders vergeet ik dat ik dat hier al heb gebouwd. Dat ze niet zo handig zijn. Zo. En zo. Dus dan hebben we dat hier. En dan kan ik dat zo... doen. Even kijken, kan ik nu nog, het zou fijn zijn als ik nu vast dit ook kon doen. Is dat op hetzelfde niveau? Nou ja, op dezelfde hoogte zeg maar. Dat is een beetje verwarrend wat ik nu allemaal zeg, maar ik wil even kijken of het overeenkomt. Dus dat dit allemaal op één lijn zit, maar dat is een beetje lastig te zien. Ik geloof eigenlijk dat het wel klopt. Okay, dus gaan we hier naar beneden, hier 2, daar 1, zo... Klopt dat? Ja, dat komt gewoon overeen. Dus dat is, werkt nog best wel mooi eigenlijk. En dan pakken we dit er natuurlijk bij. Ook als je kijkt naar hoeveel geld ik in al die tijd heb opgespaard. Ja, als je dat ziet dan zie je ook wel dat ik een tijdje bezig ben geweest. Want we hebben gewoon meer geld dan dat we ooit hebben gehad eigenlijk. En weet je wat, het is een beetje geldverspilling om zo'n groot bereik te gebruiken. Dus ik doe het gewoon met een iets kleiner bereik. Zo. Dus dat is allemaal mooi. En... Dan, ja, dus die lijn is in principe, die kunnen we nu laten functioneren. Dus weet je wat, dat ga ik ook gewoon doen. Gewoon met iets heel simpels en tijdelijks. Beetje een nutteloze spoorlijn nu, maar dat is even hoe het gaat zijn. Ja, het ziet er wel mooi uit, eigenlijk. Nou, niet dat je dit echt mooi kan noemen, maar het is in ieder geval netjes en uit het zicht, zeg maar. En hier komt het weer in het zicht, want hier is het belangrijk. Maar de westelijke of de oostelijke spoorlijn heeft hier aan de westelijke kant niks te zoeken. Dus hier begraven we het gewoon mooi ondergronds. Ja, nu komt de volgende. Die wordt denk ik een stuk makkelijker. We moeten natuurlijk wel rekening houden met het gebied wat hier nog moet komen. Maar ik geloof dat dat wel moet lukken. Ja, dus hier hebben we de... Hier vertrekt die. En deze gaat gewoon een beetje zo lopen. Dus dit wordt heel simpel voor wat we nu kunnen doen, zeg maar. Nu gewoon dit. En dan is dat het. Dat is waar we het vanaf gaan bouwen in de toekomst. En dit is meer een beetje plannen eigenlijk wat ik nu doe. Dan krijgen jullie ook een beetje een beeld van wat ik allemaal bedoel. En dit is de andere kant. Ja, dus dat gaan we nu gewoon even snel verbinden.
zo makkelijk mogelijk. Gewoon zodat het functioneert en zodat er mensen lopen en zodat alles er een beetje leuk uitziet. Zo, maakt niet altijd uit hoe ik dit doe. En dan, ja, verbinden we dit gewoon zo. En dan is dat de tweede spoorlijn. De mensen gaan er waarschijnlijk alsnog in. Ook al is het echt heel erg nutteloos. En wat ik nu wil doen is de rest van het station. Ik wil dit ermee verbinden. En misschien ook even kijken of we vast wat kunnen bouwen. Ook al moet ik daar wel even naar kijken. Ik denk niet dat ik hier iets mee ga doen. Het is een beetje onlogisch dat je binnen het station nog opeens overdekte gebieden hebt. Dus dat gaan we denk ik maar niet doen. Maar ik ga wel kijken wat we voor opties hebben om het station te bouwen. En ik ga het ook meteen opengooien. Dus die gaan we openen. Oh wauw, dat zijn een paar lange treinen. Kan dat langer? Nee. Oké, okay, maar we hebben 4 treinen. 4 keer 6. Dat is nogal wat. Dat vind ik een beetje... Nou, dit is nog een best lange baan. Dus ik laat ze wel gewoon alle 4 erin zitten. Bij deze vind ik het een beetje overdreven. Ik weet niet eens of ze wel op de baan passen. Nee, daar staat er ook maar 2. Willen we die treinen wel? We hebben covered cars. Laten we even kijken hoe dat eruit ziet voor de grap. Dan moet ik hem weer testen. Is dat mooier? Ik denk het niet eigenlijk. Ik vind het niet echt mooi. Dus dan ga ik gewoon voor die andere. Precies als het regent. Dan zit je lekker in de regen in de trein. Maar ja. Oké, okay, deze heeft er 2. Die andere heeft er 4. Dat lijkt me goed zo. Ik ga het gewoon openen. En dan kijken of er al mensen op afkomen. Weet je, hier is nog geen muziek. Dus we pakken even... Ja, deze, je hoort het echt heel zacht. Maar pak even deze erbij. Is wel leuk, denk ik, om hier te hebben. En dan kan het in principe open. Ook er gaat er nu nog niemand in omdat het regent. Maar het kan nu alvast open. En in de tussentijd ga ik even hier aan werken. Oké, zoals je ziet heb ik hier nu een pad toegevoegd. Met hier een kleine brug eroverheen. En dit heb ik ook een klein beetje aangepast. Zodat het goed zou werken met het pad erbij. Ja, het ziet er denk ik best wel leuk uit zo met een brug. Ik had ook gewoon ondergronds kunnen gaan. Zoals bij de rest van de... ja, zoals bijvoorbeeld wat we hier hebben gedaan. Maar het leek me wel leuk om voor de verandering eens een keer eroverheen te gaan. En de mensen vinden deze attracties ook echt heel erg leuk. En ze zijn bereid er best wel veel voor te betalen. Nou, ik kan de prijs dus wel verhogen. Ook al is de excitement heel erg laag. Die is echt belachelijk laag. Ik kan het wel verhogen, maar wil ik eigenlijk niet doen. Want ik wil ervoor zorgen dat hier zoveel mogelijk mensen inkomen. En als het goed is, kunnen we het straks ook gewoon gratis maken. Weet je wat? Ik kan het nu ook wel doen. Want we verdienen in principe genoeg aan andere attracties. Om makkelijk van te leven eigenlijk. Je ziet dat ik nu al 22.000 heb. En we kunnen ook nog gaan lenen. En als ik een nieuwe achtbaan maak, dan wordt het helemaal makkelijk. Dus ik maak het gewoon gratis. Ik wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen erin gaan. De tramlijn is ondertussen ook gratis. Is de buslijn ook alweer gratis? Nee, die kost 3,50. Nou, alle transport wordt gratis. Zodat mensen er hopelijk heel veel gebruik van gaan maken. Zodat alles er gewoon leuk uitziet. En die was blijkbaar al gratis. Oké. Okay. Hoe gaat het er hiermee? Niet goed, want ik zie allemaal vandalisme. En toch is de parkrating hoog. Dat vind ik best wel bijzonder. Hier zijn allemaal moe mensen. Wat doen jullie allemaal hier? Is het hier zo saai? Ga in de achtbaan of zo. Ik zie ook heel veel vieze palen. Ik heb laatst nog 2 handymen aangenomen. Maar we kunnen er ook wel nog eentje bij doen. Maar de parkrating is hoog. Dus blijkbaar gaat het goed. Dus ja, dat is ook zo voor alles voor deze episode. Ja, kijk zo leuk het eruit ziet. We hebben hier gewoon een stationnetje. Mensen lopen hier allemaal rond alsof ze daadwerkelijk druk bezig zijn. En hier heb ik de kaartverkoop. En dat heb ik 10 cent laten kosten. Zodat er veel mensen op afkomen. Maar zodat je nog wel dat dat ka-ching geluidje hoort. Dat kan ik ook wel bij het transport doen. Maar nou, weet je wat maakt dat ka-ching geluidje nou eigenlijk uit. Ik vond het gewoon wel leuk. En dit is zoals jullie zien ook symmetrisch. Uiteindelijk ga ik dit hele pad eromheen ook nog fixen. Zodat het helemaal overeenkomt. En misschien komt er uiteindelijk ook nog wel een tram halt, dus dat het ook weer symmetrisch is. Dus ja, in de volgende episode ga ik denk ik weer ga ik hier nog wat omheen bouwen. Maar weet je wat, ik wil eerst ook even kijken of ik al iets kan verzinnen om hier meer een station van te maken. Dus ik ga even kijken in mijn scenery. Kijk ik nog even of ik er nu nog wat van kan maken. Oké, ik heb hier dus een beginnetje. Ik weet niet zeker of ik het ga houden. Ik weet niet zeker of ik het zo geweldig vind. Dus dat zien we in de volgende episode. Als je kijkt naar de action, zie je dat echt bijna... dat is overdreven, maar heel veel mensen zijn bezig met de spoorlijn. Of ze lopen er naartoe, of ze zitten erop. En ook heel veel nu op de tramlijn. En ook best wel wat op de spoorlijn West. Maar dat is natuurlijk iets minder. Die heeft minder treinen en is iets afgelegen. Maar kijk eens hoe druk het is op het station. Het ziet er hartstikke leuk uit. Misschien wil ik er wel helemaal geen station overheen bouwen. Omdat je...
dan niks meer ervan ziet eigenlijk. Tenzij het helemaal van glas maakt en dat is niet zo mooi. Nou, hier zie je wel een probleem. De hoeveelheid gras is aan het dalen. Het is meteen wel heel rustig in het park. Iedereen is op de spoorlijn of het park aan het verlaten. Ja, hier zijn wat mensen die heel ongelukkig zijn en een beetje gebukt zijn. Dus die ga ik maar gewoon één voor één bij de uitgang neerzetten. Die willen allemaal naar huis. Maar dit park heeft gewoon een nieuwe attractie nodig. Anders blijft het, anders wordt het alleen maar erger. We zijn van 1400 gasten naar 1356 gegaan. En je ziet het nu echt duidelijk dalen. Dus is een best een groot probleem. In de volgende episode moet ik meteen een nieuwe attractie bouwen. Anders wordt het alleen maar erger. Dus ja, dat was ook zo voor alles voor deze episode. Ik ben zo blij met het spoorlijnproject. Het is echt heel erg leuk aan het worden. Dit station. Het nadeel is alleen dat ik hier zo lang mee bezig ben geweest. Dat ik de rest van het park heb verwaarloosd. Ik heb wel veel geld verdiend. Want het was allemaal best wel goedkoop. Maar de mensen zijn er niet veel blij mee geworden. Oh, en hier zie je het effect van dat als al het transport nu gratis is. We verdienen dus ongeveer 1400 per maand minder. Dat is nogal een verschil eigenlijk. We zien dat het zoveel zou uitmaken. Ik kan het altijd nog aanzetten als ik het wil. Maar nu vind ik het niet echt nodig. Nu is het gewoon belangrijker dat we onze gasten een beetje binnenhouden. Dus in de volgende episode moet ik meteen een nieuwe attractie bouwen. Ik begin denk ik gewoon met een flat ride. En dan bouw ik meteen een achtbaan. Die hopelijk succesvol wordt. Maar ja, dat komt dan later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.